Een vrouw is zaterdagochtend in Aalsmeer beroofd. De verdachte vluchtte vanaf de spoorlaan door het water over een schutting naar de Kastanjelaan. Al snel pikten twee politiehonden het spoor van de man op en kwam hij achter een auto vandaan. Het slachtoffer was waarschijnlijk beroofd van haar portemonnee. Toen de verdachte het water insprong, riep de politie ook de brandweerduikers op, maar hun hulp was uiteindelijk niet nodig. De man is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.